Op 8 september vindt voor de tweede keer het Swim to Fight Cancer event plaats in de Nijmeegse Spiegelwaal. Vorig jaar was het een enorm succes, maar ook een uitdaging voor de organisatoren. Iedere dag ben je ermee bezig. Je wordt er 's morgens mee wakker en je gaat er 's avonds mee naar bed. En heel veel adrenaline, heel veel energie, heel veel ideeën. En, maar ja, het is ook wel keihard werken om het voor elkaar te krijgen. En we zijn nog steeds ontzettend tevreden met wat we vorig jaar hebben neergezet. En het is ook wel een uitdaging om het dit jaar te overtreffen. Sommige dingen gaan anders dus, maar wat dan? Nou, er zijn een aantal suppers op het water aanwezig en een paar boten. En we sluiten het hele spektakel af met een prachtige act. Waar we nog niet gaan verklappen, maar daar moet je natuurlijk gewoon bij zijn. Op de kant zo'n springkussen van Picnic, allemaal horeca, foodtrucks, kapper komt langs waar je jezelf kan laten kappen, ja, laten knippen voor het goede doel. En alle opbrengsten gaan naar Fight Cancer voor onder kankeronderzoek. Ja, inschrijven kan natuurlijk nog steeds en heel graag zelfs, want we hebben nog heel veel zwemmers nodig, we hebben heel veel teams nodig, we hebben heel veel kinderen nodig. Je kan je inschrijven via onze website fightcancer.nl/Nijmegen, zoek ons op en er staat heel groot met koeienletters doe mee. Nou, en dan wijzigt het zich eigenlijk vanzelf en kom je er dan alsnog niet uit, dan kan je contact met ons opnemen, er staat een contactpagina en stuur dan heel even een mailtje en je wordt eigenlijk gelijk te woord gestaan door iemand van ons die je dan daarmee verder helpt. Gewoon meedoen. Maar wat als je niet wilt zwemmen, maar wel een bijdrage wil leveren? Ga armbandjes verkopen, ga kettingjes maken, ga een diner houden thuis. Vraag daar geld voor en stort dat op je eigen account. Weet je? Je kan heel veel manieren verzinnen om geld in te zamelen. Er zijn heel veel creatieve manieren te bedenken. En ja, we laten dat ook een beetje over aan de deelnemers zelf om creatief te zijn. Maar ik weet zeker, iedereen is zo gedreven om geld op te halen voor kankeronderzoek, dat het echt wel goed komt. We maken echt een vuist tegen kanker. Het is een gebroederlijke sfeer en aan het einde van de dag ben je wel trots op jezelf. Ja, iedereen die er is heeft wel een persoonlijk verhaal of iemand te maken met kanker. Die is overleden of die tegen het vechten is. Ja, dan maakt het een sfeer heel persoonlijk en dan het is echt verbroederlijk. 8 september in de Nijmeegse Spiegelwaal. Swim to fight cancer.